Hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Vandaag gaan we meteen beginnen met het achievement van de pickaxe en daar zit geluk 3 op. Yes! Eindelijk hebben wij geluk. Ja, letterlijk en figuurlijk hebben wij geluk. Wij hebben fortune. Dat is fucking chill. We kunnen leuke dingen gaan doen in deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Leuk dat je kijkt. We gaan leuke dingen doen in deze Minecraft Survival, want we hebben een fortune pickaxe. We kunnen nu 3 dingen doen. Het ene ding is mine in de nether. Het tweede ding is mine in de... hier gewoon beneden in de mine. En het derde ding is... wat de fuck gebeurt hier? Opeens random hele mongolische muziek op de achtergrond hier. Gelukkig horen jullie dat niet, omdat mijn microfoon alles heel mooi dempt. Dat was echt heel random. Ik heb 2 dingen die me opvallen. Voor mij is dit, als het goed is, aflevering 48, en dat betekent eigenlijk maar 1 ding. Nee, eigenlijk 2. Ding 1, het is aflevering 48. Ten tweede, het is bijna een nieuwe map dan. Oh, yo. Wat is dat? Gaat dat zo snel? Je loopt gewoon zo kabang. Dan ben je er. Is het nieuw? Dat moet echt nieuw zijn. Maar ook duurt dat altijd fucking lang, maar nu is het gewoon bang, dan ben je er. Dat is op zich wel chill, maar ook weer minder chill als je er per ongeluk in loopt. Kijk, deze creeper. Hallo, Mr. Creeper. Oh, 2 hits. Oh ja, ik heb een OP smartje. Dat is zeker chill. Deze andere man kunnen misschien wat leuke dingen mee gaan doen. Hallo, meneer Anderman. Oh, je teleporteert ook niet meer weg. Waar ben je nu? Ik wil eigenlijk toch wel graag je enderoog. Waar ik eigenlijk helemaal niks meer aan heb, want ik kan gewoon naar de dinges gaan. De end. En dan kan ik er natuurlijk heel veel krijgen. Ik ga ook niet meer achteraan. Dat is gewoon verspilde moeite. Ik ga kwart hakken met mijn fortune 3 pickaxe. Ja, ja. Oh ja. Wat? Lol. Ik zit nog steeds in game mode. Dat is niet de bedoeling. Ik had namelijk net iets gedaan in game mode met Bernard Wig. Maar ja, dat heb ik nog niet teruggezet. Dus sorry ervoor. Cheat, spelmode, game... Start landwereld. Oh wacht, dat heb ik nog steeds niet. Oh wacht, ik moet even opnieuw. Tweedehands wereld. Ik moet even uit mijn game mode natuurlijk, maar dan is het geen survival meer. Open for LAN, cheats aan, start LAN wereld, / game mode, 0. Ja, ik dacht, waarom vallen die mobs me niet aan? Maar ik zat gewoon in game mode, dat is niet de bedoeling. Ik probeer sowieso zo min mogelijk in game mode te zijn. Kijk hier, daar hebben we nog Bernard Pig. Hallo Bernard, hoe gaat het mee? Hartstikke goed. Dat viel me trouwens ook al op. Aankomende in september. Volgens mij is alweer de eerste wedstrijd van Nederland. Dus Bernard Big. Nee, wat? Oh, dat is even voor te maken met game mode of zo. Dat je dan in één keer in de bent. Ik wil lopen. Ja, dankjewel. Maar dus, de eerste volgende wedstrijd van Nederland is alweer in september. Dat betekent dat Bernard Big niet lang meer op zich gaat laten wachten. En dat zijn voor alle Bernard Big fans hartstikke goed nieuws. De show, dus Bernard Big komt binnenkort weer. Dat is leuk, hartstikke tof. Vanavond een stream op Twitch. Volg mij, link in de beschrijving. En, oh, een guest die spant daar random. Hallo guest, hoe gaat het ermee? Ben jij vandaag bij mij de guest? Wordt grappig. Oh, wat? Oh, wat? Ik wil hem raken, niet die dingen van hem. Oh, die was raak. Bang. Oh, nog één. Is dat spul hier gevallen? Oh, dat valt net in de lava, zie ik net. Ik heb net uit mijn bron, mijn oog namelijk, vernomen dat dat ding in de lava is. Oh, wat? Nog een guest? Ik had even rust gaan, jongens. Oh, die miste ik ook nog. Hupsakee. Dat is wel in de lava gevallen, volgens mij, of? Oh nee, dat was daar gevallen. Misschien heeft hij nog een guest tegenop. Maar, vanavond stream op Twitch. Volg mij, link in de beschrijving. Volg mij op Twitter, dan weet je het altijd. En link in de beschrijving naar mijn Twitch. En je kijkt een guest hier, fucking chill. Hartstikke chill. Daar kunnen we nog wat nog een guest hier op pakken misschien. Als hij die gedropt heeft. Dat weet ik niet zeker. Trouwens nog heel wat kwarts van de vorige video waar ik had gemined. Maar dus, oh ja, daar was ik al aan het begin van de video mee begonnen te zeggen. Oh, hier ligt dat spul. Oh, nice. Er ligt ook al nog een guest hier. Hartstikke chill. Hartstikke chill. Hier hebben we oh, daar is weer een guest. Heb ik die guest op hard gezet ofzo? Want het spannen wel fucking veel guestjes. Hallo. Hupsakee. Nog extra spul? Nee, oké, dat is dan jammer. Maar dus, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, 48e aflevering, dat betekent bijna map download.
Daarom ga ik nog dingen voorbereiden voor de map download. Dat kan ik, ga ik waarschijnlijk ook doen vanavond in stream. Dus kortom, kijk die stream. Kom op de stream en ga staan Minecraft doen. Dat zou leuk zijn. Vind ik. En jij misschien ook. Dan zou de, dat zou tof zijn als we het allebei zo vinden. Oké, ondertussen ga ik lekker door met lopen door de nether in, op zoek naar kwarts. Wat me trouwens ook is opgevallen en waar ik echt... Yo, is goed. Ik moet zo eten, dus ik ga waarschijnlijk de video in twee hakken. Ga ik de andere keer verder doen. Wat me op is gevallen, ik had in het begin, toen ik terugkwam van vakantie, had ik een video gemaakt. En gezegd in die video, als je het misschien nog kan herinneren, dat ik heel veel leuke vakantieverhalen heb. En het is me eigenlijk opgevallen dat ik gewoon nog in één van al die verhalen verteld heb. En dat vind ik eigenlijk best wel een beetje jammer, want die verhalen zijn hartstikke tof. Dus ik ga meteen de knoop doorhakken en beginnen met het eerste verhaal. En ik denk dat het eerste verhaal ook meteen het, ja, soort van leukste verhaal. Of niet zo heel leuk verhaal. Voor mij was het niet zo heel leuk. Maar misschien voor jullie daarom juist wel. Het was... Ik zal het even vertellen. We zaten op een camping. Dat heb ik waarschijnlijk al wel verteld. Maar we zaten op een camping. En op een camping heb je natuurlijk ook een gezamenlijk toiletgebouwtje. En in dat toiletgebouwtje heb je... Je hebt sommige toiletgebouwen. En die hebben... Hallo. Ja, weet ik. Oké. Er komen even mensen mijn opname verstoren. Maar dat maakt niet uit. Nou, gewoon door met het geweldige toiletgebouwverhaal. Maar dus in sommige toiletgebouwen heb je... Je hebt altijd... Oh, weer een guest. Moet ik nou... Ik was net bij... midden in mijn verhaal en dan kom jij weer langs, man. Wat, hij is niet eens in één keer dood. Oké, nu wel. Valt allemaal in de lava. Nee. Nee, niet eens. Maar dus, je hebt toiletgebouwen en heb je altijd bij de mannelijke, aan de mannelijke kant dan. Er wordt hier telkens gezegd tot we gaan eten en echt. Ik heb het begrepen, één keer is genoeg. Want ik ben zo slim en ook wel weer. Tot ik weet dat we na één keer gaan eten, dus ik ga zo eten. Maar eerst wil ik mijn verhaal vertellen. Ja, op toiletgebouwen heb je altijd een paar pisbakjes. En je hebt altijd een paar gewone wc's achter een deurtje. En die wc's achter een deurtje, die hebben, zijn altijd afgescheiden van elkaar. En sommige die zijn helemaal afgescheiden. Daar heb je gewoon geen ruimte met lucht, laat maar zeggen, behalve de deurspleet. Heb je voor de rest geen contact met de andere mensjes. Maar dat had dit wc-hokje niet. Die had namelijk niet helemaal tot aan het plafond hoog was die. Dus je kon heel mooi horen wat de mensen naast jou achterlaten op de wc. En dat was nou, dat was een keertje. Ik zat op die wc en er zat iemand naast me en die zat me echt nog een tijd te ruften. Dat was echt niet normaal. Echt gewoon, echt letterlijk. Dat was elke keer als hij iets achterliet in die wc, klonk dat niet gewoon. Ja, hoe moet ik dit nou netjes beschrijven? Dat is nog best lastig. Het klonk dus niet als, weer een guest. Ja, gewoon als een normaal iemand die dat doet. Maar dat klonk net alsof hij kanonskogels aan het afvuren was. Dat even gewoon, boem, boem, boem. Zo klonk dat een beetje. En die guest is nog steeds niet dood. Af en toe dan liet hij opeens nog even een enorme lekkere knetterscheet. Dat was hartstikke lekker. En dan hoorde hij weer lekker zijn... Oh, wat? Hier, mensen die je nog niet eerder gezien hebben. Een zombie pigman op een kip. Fucking vet gewoon. Echt, in de nether zie je niet. Dat zie je gewoon niet. Ik wel, maar jullie niet. Want dat hebben jullie niet gezien. Ik ga het eruit knippen. Nee, grapje. Daar ben ik te lui voor. En waarom zou ik het ook doen? Hij zat lekker te ruften en te scheten. En af en toe hoorde je een paar keer plons, plons, plons. Want er zijn dan van die schone toiletten daar... Als je dan iets achterlaat, dan hoor je een enorme plons en dan is je hele kont nat. Vind ik persoonlijk heet zelf al helemaal niks. Gelukkig hebben we dat thuis niet, maar dat hadden ze dus daar wel, dus dan hoorde hij dat. En hij zat af en toe te ruften en hij kon ons kogel af te vuren. En ja, toen dacht ik bij mezelf één ding. Tom, je moet hier zo snel mogelijk wegwezen. En dat was toen ik ook wel... Dat had ik toen ook gedaan. En vandaar leef ik nu nog en kan ik dit navertellen. En ik ga straks verder met de video, want ik moet echt gaan eten. Dus ik ga zo verder. Maak je maar niet druk, ik ben er zo weer. Tot zo. Oké, daar ben ik weer. We gaan weer verder met deze aflevering. Hallo baby, zombie, pig, man. Hoe gaat het met jou? Kutleven, dat dacht ik al. Je bent een baby.
En baby's, over baby zijn, zoals dat in het algemeen, dan denk je nog niet echt na, dus dan is het leven gewoon kut. Misschien, weet ik niet, misschien was het eigenlijk wel fijn. Hoef je nergens over na te denken. Baby zijn is eigenlijk gewoon wel chill. Conclusie van deze video, baby zijn is chill. En ik heb een pickaxe met Fortune, daar ben ik nog steeds hartstikke blij mee. Dus daarom ga ik dat blokje weghalen en niet die netherrack. Want daar geef ik eigenlijk geen ene moer om, dus deze moet ermee. Dank je, Sean. Ik heb al best wel veel dingen. Weet je wat? Ik doe gewoon af en zo. Dan kan ik af en wat blokjes maken. Hupsakee. 64 blokjes. Dat is hartstikke mooi. En ik kan er nog weer 64 maken. Dat is ook hartstikke mooi. Had ik al 2 stacks. En hier zit een lava. Ik moet eens proberen daar op te komen. Dat zou wel chill zijn, denk ik. Want er zal vast nog wat spul te vinden zijn. Hier is ook nog wat spul. Kijk, kan ik hier een beetje komen zonder al te veel last te hebben van die lava? Het antwoord is een soort van ja, want zo kan ik eigenlijk best wel makkelijk lopen. Ik moet trouwens proberen zo min mogelijk netherrack weg te halen met die. En zoveel mogelijk weg te halen met die. Want er zit geen unbreaking op mijn fortune pickaxe. Dat is het enige nadeel. Maar alsnog is het een fucking deal om fortune te happen. Zo, dingen, kom maar bij mij. Hartstikke lief dat jullie dat allemaal doen. Zo. Daar zit meer, maar dat vind ik te gevaarlijk. Ik val liever niet in die lava, want die lava, die doet soms pijn als je erin valt. Dat is niet fijn. Kut, zo, hier moet ik even proberen er langs te komen. Ik ga er proberen op te komen. Dat lijkt me een beter plan. Wordt daar mijn netherrack bij. Valt minder op als je een netherrack gaat bouwen, als je een netherrack gebruikt. Zo maken we dan even een trappetje. Hartstikke mooi. Trappetje. Zeker mooi. Ik zou er persoonlijk echt een ton voor over hebben, want het gewoon zo mijn trappetje is. Er zit ook gewoon een hele hoge emotionele aan die trap, want ik heb hem gemaakt. En het is een trap gemaakt in Nether, onder moeilijke omstandigheden. Dus daarom zit er een hele hoge emotionele waarde aan. En is hij ook gewoon heel erg duur. Dus als je die trap wil hebben, het gaat je niet lukken. Tenzij je een ton op je er één keer ding hebt staan. Maar daar ga ik niet vanuit. Zo, wat ik zei net... Zo min mogelijk netherrack met deze picks weg moet halen. En ik doe het gewoon weer. Ik weet niet waarom, maar ik deed het wel weer. Hupsakee. Meer kwarts. Ik ben alweer bijna level 30. En ik heb alweer een stack. 2 stacks kwarts. Dat gaat... Kijk. 10 keer sneller dat gaat met een Fortune 3 pickaxe. Dat is gewoon super chill. Meer heb ik daar eigenlijk gewoon niet over te zeggen. Fortune 3 is gewoon super chill. Moeten we natuurlijk ook gewoon nog gaan mine in de overworld. Krijgen we fucking veel diamonds. Dat is ook fijn. Kunnen we een keer diamond armor maken in plaats van met iron. Wat op zich een hele goede alternatief is. Maar ja, diamond staat toch wel beter, vind ik. Het is blauw. Blauw is grappig. Hupsakee, meer kwarts. Hartstikke fijn. Zijn hier nog meer kwarts? Maar natuurlijk. Het enige nadeel wat ik misschien kan hebben is dat ik straks misschien niet meer de weg terug ga vinden. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik ben vroeger wel eens een keer verdwaald geweest in Nether. Weet je wat? Oh joh, dit is best hoog. Ja, die kwart die daar ligt, krijg ik ook gewoon echt totaal geen moeite voor doen. Vroeger was ik al een keer verdwaald geraakt in de Nether. Wat ik toen had gedaan was... Oh ja, daar had ik een Nether kasteel gevonden en ik kon niet meer terugvinden. Dat was echt een heel gedoe. Ik kan me nog heel goed herinneren, mijn eerste survival wereld, dat was echt... Ik vind het echt jammer dat ik die heb verwijderd uiteindelijk. Want dat was gewoon echt grappig. Daar zou ik graag nog een keer verder gespeeld hebben. Maar helaas heb ik die verwijderd. Maar dus toen ik voor het eerst Minecraft Survival speelde. Toen speelde ik het gewoon nog op de gratis versie. Had ik gewoon gedownload. Want zo brutaal was ik wel. Ik kocht nog niet die voor die 20 euro's. Dat echt totaal geen geld was. Kocht ik het nog niet. Maar ja, dus ik speelde een gratis versie Minecraft. Ik heb het heel vaak gezien op YouTube. En ik heb het ook wel eens gespeeld op je mobiel. Je had ook altijd Minecraft Pocket Edition had ik toen wel eens gedaan. Toen dacht ik zo van, hey, weet je wat? Ik ga eens een moeite doen. Maar ja, toen had ik nog steeds geen eigen computer. Dus toen had ik het geprobeerd te downloaden. En uiteindelijk was het na een hele lange tijd was het me gelukt om Minecraft te downloaden. En dat was fucking chill. Was allemaal blij. En het slechtste was nog wel. Dat ik Minecraft een beetje had geleerd. Dat komt het hoor. Ik weet niet of jullie hem allemaal kennen, maar Bardo van Banjo Movies. Daar heb ik letterlijk. Hij had toen net een serie. Dat hij Minecraft deed op zijn kanaal. Was Banjo Town, daar was hij net mee begonnen. En had hij de serie dat hij Minecraft speelde.
En echt waar, ik heb van die serie. Als ik er zo op terugkijk, dan is het echt gewoon een van de slechte Minecraft-series die er ooit is geweest op heel YouTube. Daar heb ik dus Minecraft van leren spelen, dus daarom ging het in het begin echt gewoon echt voor geen meter. Dat is trouwens hartstikke mooi. Als je Minecraft leert spelen van Bardo, dan kom je niet heel ver, zou ik je zeggen. Uiteindelijk heb ik het ook gewoon heel veel opgezocht en tutorials gekeken en echt... Ik heb echt veel tijd ingestoken, ik weet niet meer, maar ik heb echt, ja... Echt heel veel tijd erin gestoken als ik me zo op terugdenk, dan ja. Dus ik heb geleerd van Bardo en ik was zelfs zo slecht in het begin. Was toen ik was een keertje, oh ja, ik had eerst een huis gemaakt. Ik wist dat je een huis moet maken, want in de nacht spannen er de beesten. En die moest je echt proberen te ontwijken, want die waren echt gewoon gemeen. Dat wist ik toen. Dus ik had een heel mooi huisje gemaakt. En ik was op zoek naar kool. Was het helaas, kon ik nergens kool vinden. Ik had ook niet echt heel veel grot gezocht of zo. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik zat gewoon telkens een stukje te minen. En dan gewoon een stukje naar beneden minen. En toen werd het op een gegeven moment zo donker dat ik echt helemaal niks meer zag. Maar toen echt mijn instelling ook gewoon nog op brightness of moody staan of zo. Dat je echt helemaal niks ziet. Als je een paar diep gaat. Dat je dan echt gewoon helemaal geen ene flikker ziet. Dus ik kon telkens niet zoveel verder minen, want dan werd het veel donker en dan zag ik gewoon helemaal niet meer wat was. Oh ja, en ik was voor mij... Oh ja, ik had ook nog geen pickaxe gemaakt, ik was gewoon al die stenen aan het weghakken. Met mijn hand. Oh ja, en er staan hier echt gewoon weer letterlijk kippen met zombies, zombie pigments erop. Voor mij zijn er echt gewoon kippen in de wereld gespawnd in de Nether. Gewoon puur alleen omdat er zombie pigments op kunnen dan. Geen idee waarom dat anders op zou zitten. Maar dus, ja, ik zat eerst heel veel steen te weg te hakken met mijn hand. En daarna kon ik geen kool vinden. Dus toen, oh ja, toen moest ik een bed maken. Wat is hier een nether? Hier is een netherkasteel. Wat chill. Alleen die, hupsakee. Nou, die is dood. Oké, maar dus, waar was ik gebleven? Oh ja. Met mijn huis. Geen pickaxe. Nee, oh ja, ik wist dat je de nachten kon skippen door middel van het maken van een bed. En de enige manier waardoor ik wist hoe je aan een bed kon komen, is dat je wol nodig had. De enige manier waar ik wist hoe je aan wol kon komen, is door het killen van spinnen, het verzamelen van strings en daar wol van maken. Ik wist nog geen idee dat je schapen kon scheren met een schaar. Dat was me ook nog nooit gelukt, want ik had totaal nog geen eens kool, laat staan iron. Maar ja, dat was dus echt... dus ik probeerde zo mijn bed bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk, ik had kool was ik aan het verzamelen. Dat was niet gelukt, nog geen enkele kool voor toortjes. Dus ik ging terug naar mijn huis. Het was al nacht ondertussen. Ik ga mijn huis in, ik had al een kippenhokje gemaakt. Want ik wist dat je aan kippen kon kopen door middel van eieren gooien. Geen flauw idee hoe je andere dieren moet krijgen. Ik wist alleen dat je dat kon doen, dat je kippen kon farmen en de rest had ik echt geen idee van hoe dat moest. Vervolgens, ik liep naar binnen, ik wou de deur open doen, ik draaide hem om en dan opeens bang! Wat een creeper in mijn huis en die blaasde echt alles op. En dat was echt hartstikke kut, ik ging dood. En toen spande ik weer terug in de wereld. En ik had geen flauw idee ook toen nog. Dat als je dan terugspant, dat je dan in dezelfde wereld terugspant. Dus ik was opnieuw weer een huisje aan het maken. En toen op een gegeven moment, toen ik een beetje aan het rondlopen was in mijn wereld. Toen kwam ik ook gewoon letterlijk mijn oude huis weer, mijn opgeblazen huis weer terug. Kwam ik weer tegen. Toen dacht ik van, hè, is gewoon dezelfde wereld. En ja, dat wist ik toen nog niet. Dus dat was best wel grappig eigenlijk. Als ik er zo op terugdenk, oh joh, dit is echt apart. Daar zie ik een kistje. Zadels, dat is zeker fijn. Maar dus, dat waren mijn epische avonturen. Oh, nog een kist. Oh, 2 diamonds. Die zijn zeker welkom. Dus en toen was veel verder was ik ook niet gekomen. Toen was ik daarna gestopt in mijn eerste wereld. Toen had ik het opnieuw gedaan en ik kan me nog heel goed herinneren totdat ik echt... Als het nacht werd, ik zat gewoon echt bevend achter mijn computer van, oh nee, wat nu? Nu gaan we dood. En dat is ook zo van... Ja, in mijn volgende wereld had ik ook, ging ik in minen, toen was ik al wat verder, ik had zelfs, ik weet niet, voor mij heb ik geen diamonds in die serie. Maar dus ik ging minen, en
in een grot. Maar in die grot zaten ook beesten. En ik was echt als de dood voor beesten. En echt waar, ik kan me nog goed herinneren dat ik echt gewoon rillend achter mijn computer zat. Bang zijn voor die beesten. Oh, als ik me zo op terugdenk. Het zijn mooie herinneringen. Maar ja, als ik zo de hele tijd zit te vertellen, vliegt de tijd alweer voorbij. En is deze video al best wel lang. Aangezien ik hiervoor ook al een stuk heb opgenomen. En toen het poepverhaal had verteld. Ik ben lekker bezig met verhalen vertellen. Dat moet ik echt vaker doen. Het is gewoon leuk om te vertellen. En ik denk ook leuk om naar te kijken, deze luisteren. Dus ja, ik ga zeker vaker verhalen vertellen. Ik heb nogal wat vakantieverhalen. Volgende Minecraft Survival is het deel 49. En daarna deel 50. En dan is het map download. Dus ik moet zorgen dat ik dan nog even wat leuks gedaan heb. Ondertussen ga ik... Oh, twee Wither Skeletons. Dat is ook leuk. Hallo. Ik ga deze video even afsluiten. Want hij is al best lang. Hupsakee, zijn die dood. Doppen ze nog een Nether Skull? Nee. Oh, ik word wel blazes. Hallo, deze. Hallo. Oh, blaze rot. Dat is mooi. Kan ik niet meenemen? Jawel. Moet ik alleen wat weggooien. Zo. Maar dus in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het poepverhaal lekker? Geef een like. Vond je mijn eerste Minecraft herinneringen leuk? Geef ook een like. Vond je deze video in het algemeen leuk? Dan kan je ook een like geven. Ik had een reden om te liken. Oh ja, vergeet trouwens even niet de stream te volgen. Die komt vanavond 19:30. Is er een stream. Kom zeker op die stream. Ik ga streamen. Ik ga Minecraft spelen, denk ik onder andere. Ik kan ook nog andere leuke dingen doen. Hangt vanaf wie er allemaal komt en wat iedereen wil. Dus ja, kom zeker op de stream, daar kan je gewoon meespelen. En dat zal wel leuk zijn. Dus ik zie je graag dan. Dan zie ik je graag de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. En dan gaan we verder met de Minecraft Survival. Deze kant trouwens weg. Dus ja, graag tot de volgende keer. Dag.